Dit is de top 3 meest opvallende seriemoordenaars hersenonderzoek. Waarom doet een seriemoordenaar wat hij doet? Zo'n 95% van de seriemoordenaars heeft ernstige jeugdtrauma's meegemaakt. Maar is er ook iets mis met hun hersenen? Bij sommige seriemoordenaars is dat ook echt onderzocht. Op nummer 3. Fritz Haarman. De vampier van Hannover. Hij vermoordde tenminste 24 jonge jongens. En als hij ze vermoord had, beet hij hun ademsappel uit de keel. Na de guillotine werden zijn hersenen onderzocht en er werd iets gevonden. Overblijfselen van een hersenvliesontsteking. Of dit ook invloed heeft gehad op zijn gedrag, is niet bekend geworden. Na het onderzoek zijn zijn hersenen op sterk water gezet. Die hebben nog tot 2014 op een universiteit in Amerika gestaan. Op nummer 2, Jeffrey Dahmer. Nadat hij vermoord was in zijn cel, waren zijn ouders benieuwd waarom hun zoon was geworden zoals hij was. Op hun verzoek werden zijn hersenen onderzocht. Er werd niks gevonden. Zijn lichaam was al gecremeerd en toen zijn hersenen onderzocht waren, werd ook zijn hoofd gecremeerd. En op nummer 1, de death row granny, Velma Barfield. Ze kreeg de doodstraf voor 6 maanden. Eenmaal op death row vroeg ze zich af, waarom heb ik dit gedaan? Ze snapte het niet. Ze ging in therapie en daar bleek dat ze meerdere persoonlijkheden had ontwikkeld, omdat ze in haar jeugd seksueel misbruikt was. Maar dat was voor haar niet genoeg. Ze vroeg om een onderzoek van haar hersenen na haar executie. Dit gebeurde, maar er werd niets gevonden. Dit was de top 3 meest opvallende seriemoordenaars hersenonderzoek. Tot de volgende!